Bij een hartstilstand telt elke minuut en is het van levensbelang dat reanimatie meteen wordt gestart. Maar wat als jij de enige bent die in de buurt is? Erik de Vader toont je hoe je een slachtoffer kan reanimeren tot de hulpdiensten ter plaatse komen. Dag Erik, welkom in de studio. Goedemiddag. Uh, we gaan vandaag leren reanimeren. Klopt. Maar misschien moeten we bij het begin beginnen. Hoe merk je aan een slachtoffer dat het nodig is om te gaan reanimeren? Dat is inderdaad een goede vraag. Het is niet altijd even gemakkelijk, maar als je iemand voor jou aantreft die plots neervalt, mm -hmm. de typische beelden die we kennen van het hand zitten op de borstkas, dat klopt als cliché. Dat klopt als cliché, uh, cliché ja. bij hartaanvallen. Het uh, plots bewustzijnverlies, ja, ja. dan weten we niet onmiddellijk dat er een reanimatie nodig is, maar mm -hmm. we weten wel dat die persoon bewusteloos is. En dan de volgende stap is of hij ademt. Ja. En hoe weten we dat? Door te dat gaan Dat klinkt controleren. misschien heel gemakkelijk, ja, maar. Dat is stel het altijd even gemakkelijk. We moeten daar iets voor uitvoeren. We moeten daar effectief naar gaan luisteren. Naast ons slachtoffer gaan zitten en goed luisteren. En zo kunnen we testen of iemand ademt. Maar we gaan hem natuurlijk eerst aanspreken om te weten of hij bewusteloos is of niet. Oké. Okay. Um, nu, dat klinkt allemaal heel spannend. Ja. Als je dat nog nooit gedaan hebt. Dat klopt. Mag iedereen dat zomaar doen? Want. Ik heb dan altijd zoiets van: ik kan daar misschien ook iets verkeerd mee doen. Er is maar één ding dat je fout kan doen: Oké. Okay. dat is niets doen. Je moet op zijn minst de hulpdiensten verwittigen. Mm -hmm. Verder is het natuurlijk begrijpelijk voor mensen: de termen EHBO en reanimatie worden regelmatig door elkaar gebruikt. EHBO yeah. is gezond verstand. Als ik u nu vingers snij, ik denk mm -hmm. dat u weet wat u moet doen. <laughs> ja, voilà. ja, dat gaat nog net lukken. Voilà. Als iemand voor u plots neervalt. Yeah. Dat heb je dat nooit anders. geleerd. Ja. Dus is het wel interessant, denk ik, dat je toch op zijn minste een kleine uh, opleiding hebt gevolgd om te kunnen reanimeren. Mm -hmm. De durf is een beetje afhankelijk van de situatie, maar ik weet uit ervaring dat als mensen een opleiding gevolgd hebben, dat de durf veel groter is om te starten met reanimeren. Maar zelfs als. Stel, ik heb geen opleiding gevolgd, ik heb het alleen op tv gezien of ja. ik heb jou nu op die, deze uitzending ja. gezien. Mag ik het dan doen? Uh, u mag het doen, u moet het eigenlijk doen. U moet helpen in de mate dat je het kan. Maar Anne, hè, onze pop-Anne, heeft een hartaanval gehad. Mm -hmm. Wat doen we dan concreet? Oké, okay. kan ik het voordoen? Nee? Ja, natuurlijk. Okay. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Daar, daarvoor ligt ze hier. Hè. We gaan bij Anne zitten. Mm -hmm. We gaan dus eerst kijken of zij dus wakker is of niet. Hoe doen we dat? We gaan er tegen praten en we gaan onze handen op de schouders leggen. Hallo mevrouw. Hallo, hoort u mij? Eventueel een beetje luider. Hallo mevrouw, hoort u mij? Ik heb geen reactie. Mm -hmm. Dus. Dat wil zeggen dat ze bewusteloos is. Ja. Ik weet nog niet of ze ademt, maar mm -hmm. ze is bewusteloos. Ja. Ja? De volgende stap dat we dan gaan doen om te weten of ze ademt, is het openen van de luchtweg. Ik zet één hand op het voorhoofd, twee vingers onder de kin en ik ga het hoofd zover ik kan achteruit trekken. Mm -hmm. Dat is niet moeilijk. Dat kan je bij iemand die 80 kilo weegt, dat kan je bij iemand die 120 kilo weegt. Uw hoofd is een hefboom, zover mogelijk ja. achteruit. En die twee vingers aan de kin daar gaan we ook iets mee doen. Uh -huh. Als je bewustloos bent, val je al je spieren slap, je tong is ook een spier, een serieuze spier, de hele dag mee babbelen. En wat gebeurt er als je zo ligt? Gaat dus de zwaartekracht de tong naar beneden duwen en die gaat op de luchtweg duwen, dus die uh -huh. gaat je luchtweg eigenlijk dicht duwen. Als we die tong er zouden kunnen uithalen, dan is dat probleem opgelost. Zou gemakkelijk zijn. Voilà. Jammer genoeg gaat <laughs> dan dat niet. We ze laten zitten zeker. Voilà. Maar wat kunnen we wel doen? je tong hangt vast aan je onderkaak. Dus wat gaan we met die twee vingers doen? We gaan die aanhaken aan de onderkaak en we gaan letterlijk onze kaak naar boven trekken. Dus mm -hmm. een soort kinlift, zodanig dat je die tong van de luchtweg opneemt. Ja. Dus het hoofd achteruit kantelen en de kin dan is onze luchtweg vrij en dan kunnen we de ademhaling gaan controleren als volgt. Gewoon luisteren. Ik heb bewust lang de tijd genomen. Ja, ik wou niet zeggen. Op, voilà, we zijn we niet op iets voilà. aan het wachten? Nee, we zijn op niks aan het wachten, tenzij ademhaling. Okay. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb inderdaad tien seconden om te ja. beginnen genomen. Ik heb gekeken naar de borstkast, of ze op en neer gaat. Uh -huh. Ik heb mijn oor ter plaatse van uh, de mond en de neus van het slachtoffer zitten en ook mijn wang om te luisteren en te voelen of er effectief ademhaling is. Ja. Dus het hoofd kantelen, twee vingers achteruit, en we gaan kijken, luisteren en voelen. Drie dubbele controles. Ja? Om het nog makkelijker te maken, als iemand veel kledij aan heeft, kan je ook de kledij een beetje losmaken, zodanig dat je een beter zicht hebt op de borstkas, of ze op en neer gaat. Ja. Ja? Tien seconden, men vraagt mij altijd waarom tien seconden, ik vraag u waarom geen halve minuut. Uh -huh. Dat lijkt me logisch denken, een halve minuut is veel te veel tijdverlies. 10 ja. seconden is ideaal. Op 10 seconden moeten we als normale mens toch wel één of twee maal ja. geademd hebben. Ja. Ja. Als dat niet is, dan moeten we zeker niet in paniek geraken. Mm -hmm. Maar wat weten we? De persoon is niet wakker, hij ademt niet, ja? dan is de volgende stap hartmassage. Ja. Ja. Wanneer gaan we hartmassage doen als je twijfelt of er ademhaling is? Ja, uh -huh. Dat kan ook gebeuren natuurlijk, luistert, maar Maar het, het kan dan sowieso geen kwaad om het te doen? Het kan absoluut geen kwaad okay. om het te doen. Nee, in het tegendeel, het zou erger zijn moest je het niet doen en de persoon toch niet ja. ademt of geen ja. hartslag heeft. Ja. Dus we gaan starten met hartmassage wanneer de persoon niet ademt, als je twijfelt, en ook als die niet wakker is en die maakt een abnormale ademhaling, zoals het snurken. Ja, uh -huh. Zo'n geluid is ook teken van een hartstilstand. Uh, ah ja, oké, okay, toch. Ja, we noemen dat gasping. Uh, het is niet hetzelfde als uw man of uw vrouw thuis ligt te slapen in bed. <laughs> en die doet. en uh, ligt te snurken <laughs> en je maakt die <laughs> wakker. <lacht> dan, dan is dat voorbij. Ja, ja. Ja. In dit geval is de persoon dus niet wakker. Ja, en hij maakt een, een raar ademgeluid. dan moeten we ook starten met reanimatie. Ja, misschien voordat we met de hartmassage zelf beginnen. Ja? wanneer vervietigen we de hulpdiensten? Doen we dat voordat we hier allemaal aan beginnen? Of, of pas als we effectief hebben vastgesteld. Wat er aan de hand is? Dat is een prima vraag, dat gaan we eigenlijk nu doen. Ah, oké. Okay. Dus Je okay, okay. bent er mooi uh, tussen gekomen, dus nu gaan we in principe de hulpdiensten verwittigen. Ja. Omdat we al kunnen zeggen van... Omdat we inderdaad kunnen zeggen dat hij niet wakker is, en dat hij een ademhalingstoelstand heeft. Ja. ja? Um, als je dat niet zou doen nu, en je zou starten met hartmassage, dat is redelijk vermoeiend, dan ga je moeten telefoneren op die manier, dat is al ja. niet gemakkelijk, en men gaat ook soms vragen van, ja, als je dat in het begin doet, ik kom erbij, Oei, die persoon is niet wakker. Ik bel de hulpdienst en hij gaat me vragen: Ademt die nog? Ja. En dan moet jij zeggen: uh, Ja, ik weet het en ik moet even gaan luisteren. Ja. Dus de ideale, Dit is dan het moment. Voilà, dit is de, het, moment, okay. het moment om de hulpdiensten te bellen. Dus we hebben dat gedaan. Uh -huh. Ik zal verder gaan eerst met de hartmassage. Ja. Um, dus we hebben dat gedaan, of we laten dat doen. Omstaanders ja. kunnen dat ook doen. En dan gaan we hartmassage doen. Hartmassage, belangrijk om te weten, is dat we dat op een harde ondergrond moeten doen. Dus je hart is zoals een. Spons eigenlijk, hè? er zit zuurstofrijk bloed uh -huh. in, dat trekt samen, dat gaat aan het lichaam in, naar de weefsels, uh, dat ontspant terug en er komt nieuw bloed in. Ja? Wel, dit, een hartstilstand, bij een hartstilstand stopt dit. Ja. Wij moeten dat overnemen. Wat gaan we dan doen? Wij gaan eigenlijk ons hart, die spons, min of meer plitten tussen uw borstbeen, waaronder uw hart uh -huh. ligt, en uren graad. we gaan die pletten. En daarmee ja. moeten we dus een harde ondergrond... Ja, op een matras doen. gaat die matras gewoon meegaan natuurlijk. Voilà, dat is heel moeilijk. <laughs> dan gaan we je patiënt een massage geven, maar wel op een andere manier. Ja, ja. Dus dat gaan we niet doen. Dus we hebben zeker een harde ondergrond nodig. Okay. De grond is uiteraard ideaal. Uh, je kunt er rond werken. Je bent zeker dat die hard is. Uh, en je hebt plaats en ruimte. Ja. Nou, iemand die halfzittend op een bank ligt en zo, dat is onmogelijk. Mm -hmm. ja, dus zeker de harde ondergrond. Wat moeten we doen? We moeten dit stukje van ons hand, uh -huh. gaan we in het midden van de borstkas plaatsen. Eén hand. De borstkas, dat is waaruit uw ribbenboog samenkomen en uw sleutelbenen, daar het midden van. Dus als je iemand dik hebt, dun, een man, een vrouw, om een voorbeeld te geven, een dikke buik, die buik komt tot hier, is dit stukje de borstkas. Uh -huh. Want dus de zogenaamde vetmassa, hè. Uh -huh. uh, die duwt uw hart een beetje in die richting. Dus je staat nog altijd juist. Dus het midden van de borstkas is belangrijk. Ja. Met één hand, uw andere hand haakt je in om veel kracht te zetten. En je gaat goed boven uw slachtoffer hangen met uh -huh. loodrechte armen, zodanig dat je de borstkas kan induwen ja, met het gewicht van uw lichaam. Ja. Als ik dat niet zou doen en die patiënt ligt bijvoorbeeld op een hoger plateau en ik moet zo hard massage doen, dan ga ik duwen van mijn niet aanwezige armspieren. Dat is gratis fitness, dat is goed meegenomen, maar dat kan je niet lang volhouden. Ja, dus ja. het is echt belangrijk dat je er goed kan boven hangen. Ja. Goed met loodrechte armen. Wat doe ik nog? Mijn vingers, die staan naar boven een beetje, want ik moet kracht zetten op het borstbeen, waaronder het hart ligt, mm -hmm. en niet krachtverlies leiden langs je vingers. Ja. Want hier liggen onze ribben en onder onze riepen liggen de longen. En dat is niet zo leuk. Als die wil je, die je niet breken, nee? Nee, die wilt je niet breken, opgelet. Je kan ze breken. Ja? Maar dan is dat de aanlichting van het borstbeen. Dus dat kan. Okay, maar, ja, dat is, maar dat is niet erg. Dat is minder erg dan dat hem. Een... Ik word liever wakker met een gebroken riek dan niet meer wakker worden. Dat is ook waar. Dus geen probleem, dat kan. En als dat gebeurt, doe je gewoon voort. Wat okay. ik vooral wil zeggen is: als uw vingers hier zouden staan en je breekt de riepen ja. hier, dat is niet zo goed natuurlijk. Ja, ja, ja. Dus. Maar voor de rest. Aandachtspunt, goed erboven, andere hand uh -huh. erop om kracht te zetten, loodrecht erboven aan je. En we gaan hartmassage geven, en we zijn vertrokken. Ik ga het voor, dan ga ik het uitleggen. Dus 1 en 2 en 3 en 4 en 5 en 6 en 7 en 8 en 9 en 10. 1 en 2 en 3 en 4 en 5 en 6 en 7 en 8 en 9 en 20. 1 en 2 en 3 en 4 en 5 en 6, 7 en 8 en 9 en 30. Voilà. Dat is toch serieus? Uh dat is serieus pompen. pompen en als je dat lang en tijd moet doen, is dat heel hard zweten. Ja. Ja. Dus dat is vrij inspannend. Zeker als je kun je gaan vragen hoe diep je de borstkas zou moeten induwen. Ja, want dat was diep hè? Dat is heel diep. Dus de borstkas is minimum 5, maximum 6 centimeter. Eerder 6 centimeter dan 5 centimeter. Dat, dat is gigantisch veel. veel. Ja. En waarom is dat? We willen eigenlijk al het bloed dat in het hart zit, dat willen we allemaal gebruiken. En als we de borstkas maar een beetje zouden induwen, vertrekt er maar een beetje bloed. Ja, dat is niet efficiënt voilà. natuurlijk. Eigenlijk alles willen. En de mensen vragen dan: Moet ik daarmee een beetletje zo uh, tijdens? Hè? Want ik weet dat niet. Dan zeg ik: Nee, je probeert zo hard te duwen als je kan. Uh -huh. Want het is niet evident om een borstkas in te duwen. Maar gecontroleerd. Dat wil zeggen, het, naar het ritme wat ik net heb voorgedaan, uh -huh. tussen de 100 en de 120 per minuut. Ja. Hè, men kent allemaal het stain-in-life ritme. Nu, ik mm -hmm. kan niet zingen terwijl ik hartmassage <laughs> doe. Dat is niet gemakkelijk. Ja, ja, fijn, maar dan dan moet we wel proberen zien, of, Ja, nee, je wilt mij ook niet horen zingen. <laughs> maar het is belangrijk om dat ritme aan te houden. Omdat dat het normaal ritme van een normaal kloppend hart is. Als ik nu mijn hartslag zou nemen, is die ongeveer rond ja. de 100. Dus ja. moest er toch nog hartslag zijn, dan pompen wij op het normaal kloppend hart. Ik ja. ken dat dus geen kwaad. Weer een van de redenen om te zeggen. Moest ik per ongeluk toch hartmassage doen, kan geen kwaad. Ja. Je kunt niks fout doen. Ja. Maar wat ik wel duidelijk zie, is het is niet even luchtjes duwen, het is echt serieus. Het is echt doorduwen en je voelt dat ook. Goed hart duwen, je voelt bijna tegedrukt, dan weet je dat je zeker diep ja. genoeg zit. Want we moeten echt al dat bloed in het lichaam rondkrijgen. Ja. En daarmee is het niet zo evident, maar iedereen kan dat. En, en hoe lang blijven we dat doen? Wel, hoe lang blijven we dat doen? Uh, ik zal misschien zeggen hoeveel keer moeten we mm -hmm. dat doen? We gaan ja, dat ja, ja. 30 keer doen. Yeah. Dat heb ik gedaan. Hè. Um, je kunt dat afwisselen met eventueel met beademing. Yeah. Daar ga ik misschien zelfs een kort stukje over zeggen. Wil je niet beademen yeah. of kun je het niet? Dan blijf je hartmassage doen mm -hmm. tot drie redenen om te stoppen. Yeah. Eén. Wanneer de hulpdiensten ter plaatse zijn en wij nemen het over. Nee, ik blijf hè? filmen. Dat mag je proberen, maar ik zou toch aanraden uh, om het aan ons over te laten. Ja, niet dat ja. de mensen dat niet goed doen, maar ja. uh, wij zijn zeer blij dat de mensen dat doen. Twee, en dat is het beste, als het slachtoffer zegt: uh, Misschien kan je stoppen, want doe pijn. Als hij dus bij andere woorden wakker wordt, ja, ideaal. Ja. Hè? Dus dat zou het beste scenario zijn. En drie, en dat is vervelend en dat wordt voor veel mensen vergeten, als je eigen veiligheid in gedrang komt. Dat wil zeggen, als ik in een situatie zit waar het niet mm -hmm. veilig is als ik ergens zit en het brandt. Yeah. Ik vind een slachtoffer dat knel, gekneld zit en dat ik niet kan meenemen, want het zou mm -hmm. je zijn als, als je kunt meenemen. Is het niet de bedoeling dat je hartmassage blijft doen tot het vuur je ook te pakken heeft. Ja. Dus dan moet je wel stoppen. Ja. Een ander voorbeeld is als je uitgeput geraakt door het zware reanimeren. Je hebt het zelf net gezegd, het is niet gemakkelijk. Mm -hmm. uh, Gelukkig gebeurt dat niet veel. Ik denk dat je vooral dan met oudere mensen die toch reanimeren, maar die eigenlijk niet meer die, de kracht niet meer hebben om te kunnen. Het is ook niet de bedoeling, die met twee naast elkaar gaan liggen. Dat, dat, dat Inderdaad, Nee, liefst niet. <laughs> liefst liefst we hebben al werk genoeg. Hè. Nu, Je zegt van ja, als je dat uh, beademen, niet kunt, niet zien zitten, doe het dan niet. Mm -hmm. Maar voor de mensen die het wel willen of kunnen doen, A, absoluut, uh, hoe, uh, hoe werkt dat dan? Wel, absoluut. Uh, dan gaan we dat zeker doen. Dan, we starten altijd met hartmassage, 30 keren, en dan gaan we beademen. En ik had gezegd, om te beademen moesten we de luchtweg openmaken, dus dat hand moest op het voorhoofd komen, ja. twee vingers onder de kin, om de luchtweg terug open te maken en die kinlief te doen, en we gaan lucht inblazen. Als volgt, één, twee, twee keer. Uh -huh. Waar je zeker moet opletten, uiteraard, is dat je de neus dichtknijpt. Want lucht de weg van de kosten weerstand. Nu, als je dat niet moest doen, krijg je het volgende. En je hebt al je snottenbellen in je gezicht, dan zal je frank wel vallen. Ja? Dus maar zeker de neus dichtnijpen, dus dat is belangrijk. Ja? ja. Wat is nog een aandachtspuntje tijdens het beademen? Terwijl ik beadem, kijk ik weer naar die borstkas, om te uh -huh. zien of die naar boven gaat. En heb ik beademd, zet ik mijn oren en mijn wang terug aan de mond, om te luisteren en te voelen. Ja. Of er terug lucht uitkomt. Dus het kijken, luisteren, voelen, vooral van in het begin komt Dat nemen we nu terug mee. Voilà. Ja. En misschien nog één ding: mensen vragen zich af, ja, en hoeveel lucht moet ik inblazen? Mm -hmm. Want veel mensen denken: moet ik alles geven? Je moet eigenlijk blazen tot de borstkas naar boven gaat. Dus dat, als je dat ziet en de borstkas zit uit, is het voldoende. Ja, okay. Want ik zeg tegen de mensen altijd: uh, wij ademen ook allemaal, hoop ja. ik toch? Hè? Ja. En gezien niemand continu heel de hele dag door. Dit doen. Nee, dus nee. we ademen tot onze borstkas is uitgezet. Hetzelfde bij een slachtoffer. We blazen lucht in tot die borstkas naar boven komt. Perfect, dan kan je stoppen. En dat blijf je dan constant herhalen? Voilà. 30, uh... Dus twee keer beademen, 30-2, 30-2, dat is eigenlijk uh, het ritme dat je moet volgen. Ja. Oké, okay, Erik, dankjewel om ons dit uh, te leren. Met veel plezier, absoluut. En uw beste kijker, bedankt voor het kijken en alweer tot volgende week.